Ik denk dat hij moet emigreren. Niets meer van zich moet laten horen. Verdwijn uit Nederland. Ja, de staat moet Volkert van de Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, €2800 betalen. Hoe kan dat? Ja, de ellende zit niet zozeer in het bedrag, denk ik, maar vooral het feit dat er zo geblunderd wordt. Hè. Ik maak elk jaar een top 10 van blunders van justitie met het Burgercomité tegen Onrecht. Dat is eigenlijk vaste traditie. En deze staat er zeker in. Maar dit is al de tweede keer dat die man geld krijgt door een vormfout. Ja, kijk, meneer Van der Gee maakt gebruik van de mogelijkheden die de wet hem toekent. En hij is goed thuis in de wet. Het is wat het is. Kijk, de fout ligt bij de staat. Die hebben een vormfout gemaakt. En ja, daar heeft de rechter over geoordeeld. Oh, het is goed onderlegd, ja. Juridisch. Ik denk dat niemand anders in Nederland had geweten dat als jij een handtekening tekort komt van een minister, dat je dan €2800 kan beuren. Dat weet alleen Volkert van der Gee. Daar heeft hij zich ook heel bekend mee gemaakt. En je kan zeggen berucht en niet zo populair in de kringen van de fortunisten. Want ik snap hem eerlijk gezegd ook niet hoor, dat je voor die paar rotcenten zo jezelf weer in de belangstelling zet. Waarbij allerlei wonden weer worden opengehaald en fortunisten denken van wat is het toch een vreselijk mannetje. Ja, ik weet niet of hij daar verstandig aan doet. En dat mediaverbod is dan ook volgende week voorbij. Hoe kijkt u daarna aan de familie? Zijn ze dan bang dat hij ergens gaat zitten? Dat is afwachten. Het feit is dat destijds in 2003 de rechter heeft geoordeeld en meneer zijn straf helemaal heeft uitgezeten. Er ook geen voorwaarden meer zijn. De proeftijd is verstreken. En gelukkig kennen wij iedere burger de mogelijkheid toe om weer volledig en vrij in de samenleving te functioneren. Ja. Ook meneer Van der Gee. Is dat niet heel stoorlijk voor de familie dat keer op keer dan, dat het twee keer kan gebeuren? Je zou verwachten dat in een zeer gevoelige zaak als deze dat de overheid extra zorg betracht, extra zorgvuldig is. Kan de familie nog iets doen hiertegen of is dit gewoon lijdzaam toezien? Strafrechtelijk is er niets meer te doen. Hij heeft zijn straf uitgezeten en het zit erop. En hij is weer een burger als ieder ander. Ja, daar hebben we nog van gezegd, ook als burgercomité, kunnen we niet een levenslang oogje in het zeil houden. Hè? We weten dat dit stond te gebeuren. Zijn straf is voorbij, dus hij kan elk moment op de stoep staan hier in Rotterdam. Of in Krimpen bij de broer van Pim, of bij de begraafplaats waar hij eerst begraven lag voor tuin. Zie je hem dat doen? Ja, hij is idioot genoeg om het te overwegen. Kijk, het mediaverbod is ook zoiets. Hij kan bij wijze van spreken vanavond bij Jinek aanschuiven. Ja. Ik denk dat hij moet emigreren. Niets meer van zich moet laten horen. Verdwijn uit Nederland. Opgeruimd staat netjes. Maar nu een contactverbod ook weg is, voel jij de behoefte om met hem te spreken? Nee, er zijn wel fortunisten die dat wel hebben. Die zeggen, ik zou wel eens wat meer willen weten van waarom. Ik heb genoeg gegeten en gedronken met meneer Volkert van der Gee. Ik heb ook niet de indruk dat daar iets uitkomt waar je blij van wordt. Ik wil die man eigenlijk het liefst snel vergeten. Vergeven zullen we het nooit.